Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag te maken met een frontaal systeem dat voor veel bewolking zorgt en perioden met regen. Na een kletsnatte ochtend wordt het vanmiddag langzaamaan wel wat droger. Temperaturen in de regen rond de 10 tot 12 graden en staat heel weinig wind. Dat blijft ook vanmiddag zo, waarbij het vanmiddag in het westen langzaamaan droger wordt. Maar ik verwacht niet dat we daar de zon zien doorbreken. Ook in het zuiden van Limburg is het af en toe droog, en tijdens sommige moment kan de temperatuur daar oplopen naar 15 graden. Vanavond trekt het regengebied uiteindelijk oostwaarts weg, dus met name langs de oostgrens blijft het nog lang nat. In de rest van het land zal het vanavond grotendeels droog zijn. Temperaturen daarbij nog steeds rond de 10 graden. Morgenochtend trekken er nog een paar buien over het land, met name over het westen en noorden. In het binnenland is het zo goed als droog. De zon schijnt van tijd tot tijd en vooral middags komt de zon er vaker bij. Temperatuur dan 13 graden en een stevige zuidwestenwind. En de rest van de week kan de paraplu opgeruimd worden. We krijgen een flinke zonnige perioden met maxima van 10 tot 14 graden. En de nachten worden geleidelijk kouder. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl